In het Nederlands Openluchtmuseum word je meegenomen op reis door de tijd. Ambachtslieden en presentatoren brengen de museale gebouwen tot leven, zodat je je voor even in het verleden waant. Achter ieder gebouw en iedere plek in het museum schuilt een verhaal, zowel in het binnen- als buitenmuseum. Wat is jouw favoriet? Dit is Leendert. Leendert werkt al bijna 40 jaar in het Nederlands Openluchtmuseum en is een wandelende encyclopedie. Niet alleen over de Nederlandse geschiedenis weet hij veel te vertellen, ook over de geschiedenis van het museum zelf. In het museum staan veel boerderijen met ieder hun eigen bijzondere kenmerk. Dit zijn de favorieten van Leendert. De grootste boerderij in het museum is boerderij Kloostergade uit Beerta, die oorspronkelijk in Groningen stond. Ook hier in het museum is deze boerderij één van de meest noordelijke gebouwen en kun je hem vinden als je helemaal achter het museum loopt. De boerderij geeft met de huidige presentatie beeld van een boerenbedrijf tussen 1925 en 1935, wanneer door de economische crisis in de landbouw het water veel boeren aan de lippen komt te staan. Een favoriet om zijn indrukwekkende schuurruimte die aan het huis vastzit en om het herinneringsspel dat hier elk seizoen wordt gespeeld. Dat spel is een theaterstuk dat in het hoogseizoen 7 dagen per week een aantal keer per dag wordt gespeeld door één van onze presentatiemedewerkers. Het onderwerp verandert elk paar jaar, maar heeft altijd te maken met de crisisjaren of de grote landarbeidersstaking van 1929. Een tweede favoriet, de boerderij uit Zeien. Bij de afbraak van deze boerderij zijn in één van de houten onderdelen gaten ontdekt, waaruit je zou kunnen afleiden dat de boerderij in een vorige fase een beleemde vlechtwerkwand zou hebben gehad. Daarbij is bekend dat bij de herbouw in ons museum in 1953 eigenlijk meer interesse was in de vroegere boerderijtypen dan in reële ontwikkelingen van boerderijen. Daardoor werd deze boerderij gereconstrueerd naar hoe men dacht dat de boerderij er in de eerste fase uit heeft moeten zien. Dat betekent dat alle bakstenen, wanden, inclusief alle monumentale bakstenen, voorgegeven met schoorsteen, werden weggehaald en werden vervangen door vakwerk met beleemd vlechtwerk. Het is daarom het enige gebouw in het museum dat geen representatieve weergave is van hoe het er op de oorspronkelijke plek uit heeft gezien. Het gebouw dat wel zijn originele gebindwerk heeft behouden, is het boerderijskelet uit Vragender. Hier kun je goed zien hoe een boerderij eigenlijk aan zijn stevigheid komt, door een aantal gebinten met elkaar te verbinden. Een soort bouwpakket dus. Een favoriet van Leendert. Onder andere omdat hij onderzoek heeft gedaan onder 70 timmerlieden en metselaars die volgens dit bouwprincipe boerderijen bouwden. Boerderij Hoogmade is de enige boerderij die een vrij recent interieur heeft. In 2003 werd de luxe woonboerderij in het museum geplaatst, waarna er een interieur van 2001 aan werd gegeven. Een persoonlijke overwinning van Leendert en zijn team, omdat we nog nergens zulke recente geschiedenis lieten zien in het museum. Sowieso was er enige overtuigingskracht nodig om het gebouw hier te krijgen, omdat de boerderij was verbouwd tot woonhuis. Iets wat een ontwikkeling op het platteland laat zien, maar in de eerste instantie wel een groot contrast was met de rest van de gepresenteerde gebouwen in het museum. Deze boerderij uit Hoogmade moest wijken voor de hoge snelheidslijn, werd in enorme stukken gezaagd en kreeg een nieuw leven in het openluchtmuseum. En nummer 5, de grootste favoriet. Bij de ingang van het museum valt hij meteen op door zijn diepblauwe kleur. Het Loshuus uit Harreveld. In deze boerderij was het maximaal 10 graden warmer dan buiten. Moet je nagaan als het 's winters flink kon vriezen. Niet alleen de geschiedenis en de kleinschaligheid maken dit boerderijtje heel bijzonder. Het museum is ook in het bezit van interviews met de oude bewoners die er tot ongeveer 1920 hebben gewoond. Verhalen uit de puurste bron dus. Laat hieronder in de reacties weten wat jouw favoriete historische boerderij in het Openluchtmuseum is en waarom. Bezoek je binnenkort het museum, vergeet dan natuurlijk ook niet alle andere prachtige boerderijen te bewonderen. Tot de volgende video!